Hoi, ik laat jullie vandaag zien hoe jullie deze superleuke sneeuwpop loemvriendje kunnen maken. Hij is ontworpen door DIY Mommy en ik heb toestemming van haar om deze voor jullie te vertalen. Je hebt nodig 54 witte elastiekjes, 2 blauwe elastiekjes, 2 oranje elastiekjes, 2 roze elastiekjes en 9 zwarte elastiekjes. We beginnen met het maken van de neus. Pak 1 oranje elastiekje en plaats deze in een achtje op 2 pionnen. Daarna draai je het om en breng je het elastiekje terug naar het begin, zodat het er zo uitziet. Daarna pak je een haaknaald en haak je de 2 onderste, dus uit het achtje, over de bovenste. Dus deze pakken we, die halen we erover. En ook aan de linkerkant pakken we het onderste elastiekje, degene die in het achtje zat. En die doen we over het bovenste elastiekje. Druk je een beetje naar beneden. En dan pak je het op je haak. Dus deze pak je er zo vanaf. En deze ook. Nu pakken we een oranje elastiekje. En die dubbelen we eerst. En daarna zetten we het op de haaknaald. En deze pakken we, die halen we. Zo. Dit is de neus. Nu pakken we 1 wit elastiekje waar we dit op zetten. En dan zetten we de neus even aan de kant. Zo. En nu kan de neus even aan de kant. Nu gaan we de oogjes maken. Pak 1 blauw elastiekje en doe deze 4 keer op je haaknaald. Dus 1, 2, 3, 4. Dan pak je een wit elastiekje en daar zet je de 4, daar zet je het blauwe elastiekje op. Dus die pakken we en die zetten we op het witte elastiekje. En dan leggen we het even aan de kant. Dit doen we nog een keer. Pak een blauw elastiekje en die doen we 4 keer op onze haak. Dus 1, 2, 3, 4. Dan pakken we een wit elastiekje en daar zetten we dit op. En deze leggen we aan de kant. Nu maken we de voetjes. Pak een zwart elastiekje en doe deze 4 keer op je haaknaald. Dus 1, 2, 3, 4. Dan pak je nog een zwart elastiekje en die doe je ook 4 keer op je haaknaald. Dus schuif een beetje op. En dan doen we deze ook 4. Dus 1, 2, 3, 4. Nu pak je 2 zwarte elastiekjes. En daar zetten we deze zwarte elastiekjes op. Andere zetten we er ook op. En het uiteinde zetten we weer terug op onze haaknaald. Nu pakken we 1 wit elastiekje en daar zetten we dit op. En leggen we dit even aan de kant. Dit doen we nog een keer. Zwart elastiekje 4 keer om je haaknaald. 1, 2, 3, 4. Nog een zwart elastiekje 4 keer om je haaknaald. 1, 2, 3, 4. 2 zwarte elastiekjes. En daar zetten we deze op.
andere zwarte elastiekje ook. En het uiteinde weer terug op de haaknaald. En dan pakken we een wit elastiekje. En daar zetten we dit voetje op. En deze leggen we ook aan de kant. Nu kunnen we beginnen met onze eerste rij. Pak twee witte elastiekjes. En ga vanaf hier met een kruis in het midden naar de andere kant. Pak je weer twee witte elastiekjes. En dan ga je vanaf hier met een kruis naar de overkant. En als laatste vanaf de middenste rij met een kruis in het midden naar twee pionnen verderop. Dan ziet het er zo uit. Nu gaan we onze tweede rij doen. Dit doen we met enkele witte elastiekjes. Eerst drukken we dit een beetje naar beneden. En dan pakken we enkel wit elastiekje. En daarmee gaan we rondom de zeshoek. Pak je haaknaald. En dan haak je de onderste twee elastiekjes over de bovenste. Hier zo, dan pak je de onderste twee en die haak je er overheen. Ook bij de rest, de onderste twee elastiekjes over de bovenste twee. En dit druk je dan naar beneden. Ik ga verder met een donkere achtergrond, want dat andere was erg slecht te zien. We gaan hem nu uitbreiden. We pakken deze twee elastiekjes en die doen we een pion verderop. Hier pakken we het bovenste elastiekje en die plaatsen we hier. En zoals je ziet zit deze vast aan deze. Ook aan de andere kant doen we dit. We pakken het bovenste elastiekje. En dit is niet de goede. Dus die plaats ik even hier. Want ik wil dat die vast zit aan deze. Dus dat is deze dan. En die plaats ik hier, want zoals je ziet deze aan deze pion vast. En dat is wat we willen. Dus deze kan weer terug naar waar die vandaan kwam. Nu drukken we alles een beetje naar beneden. En dan pakken we enkele witte elastiekjes. En daarmee gaan we rond de achterhoek. Op deze en deze zitten nu in totaal 3 elastiekjes. Op de rest zitten 4.
Op de 4 waar 3 elastiekjes op zitten, halen we het onderste enkele elastiekje. Dus hierbij halen we 1 elastiekje weg. Die doen we eroverheen. Ook aan deze kant, waar er 3 in totaal op zitten, halen we het onderste enkele elastiekje. En die doen we eroverheen. En hierbij zorgen we ervoor dat er op elke pion 2 elastiekjes over zitten straks. De rest, waar er nu 4 op zitten, dat zijn deze, deze, deze en deze. Halen we de onderste 2 erover vandaan. Je moet ervoor zorgen dat er gewoon op elke pion 2 elastiekjes overblijven. En dit druk je weer naar beneden. Nu plaatsen we de oogjes. En die plaatsen we hier. Zo. En hier. Zodat hier een elastiekje met oogjes zit en hier een elastiekje met oogjes. Op de plekken waar nu nog geen elastiekje zit, dus op alles behalve op de plek waar we een oogje hebben geplaatst, gaan we nu enkele witte elastiekjes plaatsen. En nu haken we de onderste 2 elastiekjes eroverheen. En dit drukken we naar beneden. Nu pakken we de neus. En die plaatsen we hier. En nu pakken we enkele witte elastiekjes. Waarmee we rond de achterhoek gaan. En daarna haken we de onderste 2 over de bovenste elastiekjes. En nu haken we de onderste 2 elastiekjes over de bovenste 2.
En dit drukken we naar beneden. Nu pakken we het elastiekje dat we net eroverheen hebben gehaakt van deze pion, de onderste twee elastiekjes. Die pakken we. En die haken we over de neus heen. Dus de neus trekken we er doorheen. En dan laten we deze los. En dan duwen we de neus daar naar beneden. Nu is je neus goed naar beneden geduwd, zodat hij er aan de onderkant onderuit steekt. Nu maken we de wangen. Pak je roze elastiekje en doe deze 3 keer over de haaknaald. Dus 1, 2, 3. Pak ook je andere roze elastiekje en doe deze ook 3 keer op de haaknaald. Dus 1, 2, 3. 3. Nu steken we onze haaknaald en pakken we deze 3 elastiekjes die erop zitten. En daar zetten we de wangetjes op. En daarna zet je het witte elastiekje weer terug op de pion. Dit doe je ook aan de andere kant. Je steekt je haaknaald erin. Je pakt de 3 elastiekjes eraf. Je zet het roze elastiekje erop. En je plaatst het weer terug naar waar de witte elastiekjes vandaan kwamen. Dit drukken we allemaal een beetje naar beneden. Zodat we weer nieuwe elastiekjes op kunnen. Dan pak je weer een wit elastiekje. En met enkele witte elastiekjes ga je rond de achterhoek. Nu haak je de onderste elastiekjes over de bovenste. Overal haak je de onderste 2, behalve hier. Hier zitten er namelijk nu 5 op. Dus hier haak je de onderste 3 er overheen. Zodat er overal 2 elastiekjes overblijven. Als laatste rij doen we de voetjes erop. Hiervoor pak je de voetjes die je eerder al hebt gemaakt. En die plaats je hier. En de ander plaats je hier. Voor de rest doe je rondom hier nog witte elastiekjes. En daarna haak je de onderste 2 elastiekjes over de bovenste 2.
En het laatste elastiekje. Nu kunnen de onderste twee eroverheen worden gehaakt en zorg ervoor dat je... Nu kunnen de onderste twee eroverheen worden gehaakt. Nu zijn we klaar, nu kunnen we onze sneeuwpop eraf halen. Steek je haaknaald er hier achterin. En ga zo met de klok mee alle bandjes eraf halen. Zorg ervoor dat alle bandjes erop zitten. Als je zeker weet dat je alle bandjes erop hebt, kun je hem er voorzichtig aftrekken. Want het zou echt zonde zijn als er nu een bandje knapt. Dus dat willen we niet hebben. En hier is je sneeuwman. Nu doen we er nog wat vulling in. Dus dan maken we hier een opening. En dan kunnen we daar wat vulling naar binnen proppen. Je kunt in plaats van vulling ook oude elastiekjes gebruiken. En die kun je er ook in stoppen. Dat werkt even goed. Als de vulling erin zit, pak je een wit elastiekje. En daarop schuif je alle andere elastiekjes. En doe het uiteinde weer terug op de haaknaald. En haal de achterste over de voorste. En trek dit voorzichtig aan. Het moet goed vastzitten, maar het mag natuurlijk niet knappen. Nu kun je dit wegwerken door je haaknaald hier erin te steken. En dit er doorheen te halen. Als laatste kun je... de neus nog zo ver uittrekken als jij wil. En je sneeuwman is klaar. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken en tot snel.